maken daar een korte, maar toch ook wel een beetje feestelijke bijeenkomst van. Met een officiële openingshandeling door Arjen Littooi, algemeen directeur van de Veiligheidsregio en de burgemeester van Nissewaard, Poort van Oosten. Deze locatie die is toch wel op een hele mooie manier tot stand gekomen. Heeft een hele geschiedenis gekregen. Uiteindelijk zijn we er en dan hebben we een hele duurzame, mooie locatie op een geweldige plek. Hier is al heel erg lang over gesproken. En op heel veel plekken zijn we bezig kijken. En dat heeft ook nog best wel eens wat voor de nodige onrust gezorgd. Maar eens eerder hadden we gekeken naar een locatie, kunnen we niet tegenover de bioscoop zitten. Zitten we vlak aan de Groene Kruisweg, kunnen we overal terecht. En toen deze plek kwijt kwam, was dit eigenlijk een ideale plek om te gaan zitten. Dus dat is wel mooi van dat het er is. Dus een cadeau dat we dit krijgen. En de ambulance is dan wel geen volwaardig ziekenhuis, maar het komt er wel heel dicht tegenaan. We komen met het ziekenhuis een beetje naar je toe. Maar het is voor alle cadeau, voor alle inwoners van Voerdeput, dat we hier op dit eiland nu een volwaardige opkomstlocatie hebben in Nissewaard, een opkomstlocatie hebben in Brienen, een postlocatie hebben aan de Zwarte Dijk, een postlocatie hebben in Oostvoorne. We hebben het al sinds 2015 over de komst van deze opkomstlocatie. En inderdaad, hij heeft op allerlei plekken, virtueel althans, heeft hij gestaan, uiteindelijk deze mooie plek aan de Pascalweg gekregen. En dat is niet zonder reden, er werd net ook wel even gememoreerd waarom die hier moet komen. Toevallig staat hij dan in Nissewaard. Maar het is een functie voor het hele eiland voor de Putten en daarmee van grote betekenis voor eigenlijk de hele veiligheidsregio waar we allemaal ons in bevinden. Maar het is ook zo prachtig om nu wel hier deze ruimte te hebben die maakt dat hier gewoon eigenlijk elke dag ambulances 's ochtends staan, ambulances aan het einde van de dag staan. Dat alle mensen, de chauffeurs en het verzorgend personeel, van een korte rondleiding gehad eerder, dat we hierachter dan weer alle voorbereidingen kunnen treffen, dat de materialen kunnen worden aangevuld en noem het allemaal op. En een hele mooie huiskamer om misschien nog even bij te komen. Of op sommige rustige momenten ook een plezierige omgeving te kunnen wachten. Prachtige plek, maar de muren zijn hier en daar nog wat wit. En dit zou wel een bijdrage kunnen leveren om daar een plekje wat ruimte te maken. Het is heel ingewikkeld om open te maken, dat mag je nu gaan doen. Het is natuurlijk modern, wat men dat een skyline en dat een beetje is waar ook gesloten rekening. Ik wens jullie heel veel werkplezier, veel geluk ook, maar bovenal ook veel enthousiasme toe in deze. Yes.